Bas Kuipers, de wedstrijd tegen Ajax morgen. En toch maar hard gelacht dat jij niet eens tegen je oude club speelt. Terwijl jij, ja, met name vorig jaar, alles speelde. Aan het begin van dit seizoen alles speelde. En je basisplaats verloren bent. Ja, klopt. Een mooie wedstrijd morgen voor ons. Dus, inderdaad, de laatste wedstrijd heb ik niet gespeeld. Dus we gaan het morgen weer zien wat er gaat gebeuren. Hoe ga je daarmee om dat je je basisplaats verloren bent? Je baalt natuurlijk en je probeert gewoon heel hard te trainen en te laten zien dat je wel weer wilt spelen en moet spelen. Heb je ook het idee dat dit jaar iets minder ging? Wat was ook de uitleg van de trainer? Niet per se, maar ik wil toch wat meer van me zien, zei hij. Dus dan moet ik het laten zien. En dan ben je je basisplaats verloren aan een maatje van je carpoolmaat. Hoe gaan jullie met die situatie om? Ja, dat is een beetje... wat de media natuurlijk ervan wilt maken, maar wij gaan gewoon normaal met elkaar om en ik denk dat iedereen normaal met elkaar omgaat, ook al speelt de ander of wat dan ook. Je bent nooit gewend geweest, hè? Je bent altijd basisspeler geweest, ook in de jeugd, je was aanvoerder bij Ajax. Dit is wennen en hoe moet je hier nou weer uitkomen? Ik heb wel meegemaakt, ook bij Ajax, dat ik niet erin stond. En hier ook in het begin, dus wat dat betreft denk ik dat elke voetballer dat meemaakt en dan moet je gewoon knokken. Hebben jullie het idee dat er wat mogelijk is bij Ajax, ondanks dat zij heel goed in vorm zijn en jullie wat minder? Ja, zij zijn goed in vorm, maar ik denk dat er zeker wel wat mogelijk is als we laten zien wat we in het begin van het seizoen hebben gedaan. Dat we met z'n allen compact spelen en heel goed eruit komen en bij vlagen ook goed voetbal kunnen laten zien. Dan denk ik zeker dat er wel iets mogelijk is. Hè. Jullie wisten in het begin van de competitie zo goed met de omstandigheden om te gaan. Met omschakelmomenten, de ruimtes die jullie kregen goed te benutten. Hè? Met name ook bij Twente uit. En misschien bij Ajax krijgen jullie ook die ruimte. Tegen Feyenoord ging dat dan niet. Maar verwacht je zo'n soort wedstrijd dat jullie misschien echt gevaarlijk kunnen worden in de omschakeling? Dat hoop je altijd. En dan denk je dus ook wel daaraan. We weten dat het een lastige situatie wordt. Of een lastige wedstrijd wordt. Maar... ik denk wel dat het een andere wedstrijd is weer dan in de Kuip tegen Feyenoord. Ik bedoel, we moeten weer laten zien wat we in het begin hebben gebracht. Heb je nog veel contact met mensen daar? Af en toe wel eens. Niet heel veel, maar af en toe wel eens. Ja, wordt er wel een beetje druk ook op jou en ook op Leroy uitgeoefend? Nou, valt wel mee. Ik heb dat niet gemerkt, nee. Succes, mooi. Ja, dank je wel.